mensen. Het was ontzettend leuk dat je ook deze week weer kijkt naar het shotje van de week. En deze week heb ik iets heel lekkers. En ik weet dat ik zeg dat elke week. Maar deze week maken we een vlugeltoetje. Inderdaad, dat klinkt nou wel lekker. En dan moeten we hem nog gaan maken. Dan moeten we hem nog gaan proeven. Nou, wat zit erin in een vlugeltoetje? Ja, natuurlijk een vlugel. Je hebt daarvoor nodig de Bols yoghurt. En je hebt daarvoor nodig de chocolade liqueur. En deze, ja, die smaakt het lekkerst. Dus ik snap dat je denkt, oh, daar gaan we mee beginnen. Maar die doen we als allerlaatst. Als een paar druppeltjes eroverheen. Nou, je begint met de vlugel erin te doen. En ja, voor de vaste kijker van het shotje van de week, die weet het. Als je een vlugeltje openmaakt, het doppie hoort op je neus. Inderdaad. Nou, de vlugel mag je gewoon helemaal leeg gooien in het shotglas. Tenminste, als je een 4 centiliter shotglas hebt. Want als je een kleiner hebt, ja, dan klopt de verhouding niet. En dat wil je niet. Hoop gauw hoor. Ik zeg, snel door met het shotje van de week. Want ik krijg er dorst van. Ik weet niet hoe jullie er tegenaan kijken. Nou, de Bols liqueur. Yoghurt. Die mag je tot bijna de rand vol doen. Tot je echt maar een heel klein laagje over hebt. Want de chocola, net zoals dat je een echt toetje maakt, gaat gewoon als een soort sausje eroverheen. Nou, dat gaan we dus ook doen. De chocola komt als een soort sausje eroverheen. Ik zou zeggen, laat het er lekker indruppelen. Niet te veel, maar ook weer niet te weinig. Want je moet natuurlijk wel de chocola kunnen proeven. En dan heb je een heerlijk vlugeltoetje. Zit je te kijken? Even ook een lekker shotje? Laat hieronder de commentaar van achter welk shotje dat moet zijn. En er is volgende week misschien wel jouw shotje. Het shotje van de week. Mocht je het net zo lekker vinden als ik, doe even een duimpje omhoog. Ik ga hem proeven. Ik zeg, shotje van de week, vlugeltoetje, proost! Een shotje hier, een shotje daar. Het is niet tijd voor shotjes.